I got a peeling, woehoe! Ja, gewoon een soort van sokjes. Oh, dit is genieten. Hallo allemaal, super leuk dat jullie weer kijken naar een nieuwe video van Action Nederland. Ik ben Larissa en misschien ken je mij wel van mijn gelijknamige YouTube kanaal, Larissa Bruin. En vandaag heb ik iets heel erg leuks voor jullie. Ik ga namelijk een soort van spa dagje at home creëren voor mezelf. Dus ik ga mezelf eigenlijk lekker in de watten leggen en daarvoor heb ik allerlei verzorgingsproducten die ik aan jullie ga laten zien en die ik dus ook gewoon meteen ga testen en demonstreren. Dus als je hier zin in hebt, doe dan in ieder geval vast je duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet om te abonneren op dit kanaal. En laat straks ook eventjes weten welke van deze producten jij misschien alles geprobeerd hebt. Of dat er andere producten zijn die je nog wilt gaan proberen. En dan gaan we heel snel beginnen. Goed, dan ga ik eventjes beginnen met deze micellaire cleansing water van Alvira. En deze is voor zowel gezicht als lippen als ogen. Het is vegan. Nou ja, volgens mij ruikt hij ook heel erg lekker. Ja, hij ruikt ook echt lekker. Ik ga hiermee even lekker mijn gezicht schoonmaken en dan kunnen we echt gaan beginnen. Het idee dat hij mijn gezicht lekker goed schoonmaakt. Dat is natuurlijk ook heel erg belangrijk wanneer je je gezicht, nou ja, met allerlei maskertjes en cremetjes gaat voorzien. Dat het natuurlijk wel van tevoren goed schoon is. En nou, kijk maar even, dat was bij mij ook al nodig. Oepsie. Ik laat mijn oogmake-up en mijn lippen wel gewoon zitten. Want nou ja, goed, ik hoef hier natuurlijk niet helemaal met een blote billen gezicht te zitten. Ik ga nog een stapje verder door deze face wash en scrub te gebruiken. Die is van de Beauty Depth. En hij is anti-acne en ook exfoliating. Staat op I got a peeling. Woehoe. I got a peeling. Ja, I got a feeling dat dit echt heel lekker gaat zijn. Kijk, het is zo'n heerlijk oranje kleurig gezellig scrubje. Hoop dat hij ook echt lekker scrubt. Dat vind ik namelijk altijd wel lekker. Om gewoon echt die poriën in te duiken. Oh, deze ruikt ook heel erg lekker. Ruikt een beetje naar sinaasappel. Vind ik heel fijn. Nu moet ik natuurlijk wel ook wat water erbij gaan gebruiken. Ik zit hier heel leuk aan mijn kaptafeltje. Maar ik kan dit natuurlijk ook gewoon lekker onder de douche doen. Maar dat lijkt me voor jullie niet heel gezellig. Misschien iets te gezellig en intiem. Oké. Nou, ik heb hier een bakje met water staan. Dus ik kan gewoon ook meteen lekker dit er weer af gaan wassen. Oké, ik spoel dit even af. Goed, nou dan is mijn huid lekker gereinigd en gescrubt. En ik vind ook dat het er eigenlijk best wel goed en lekker schoon uitziet. Dus dan kunnen we nu gaan beginnen met het verwennen van de huid. En daarvoor ga ik beginnen met een lekkere masker. Het masker dat ik ga gebruiken is deze Collagen Plant-Based Masker. Dat is een face sheet masker. En blijkbaar is dat dus met collageen. En collageen is anti-huidverouderend, weet ik. Firming and plumping staat hier ook. Dus als het goed is, zie ik er straks uit alsof ik 16 ben of net geboren. Helemaal top. Ontvouw het masker en plaats op het gezicht. En dan dus 10 tot 15 minuten laten inwerken. Ja, nou, dat kunnen we allemaal. Ik zeg het heel stoer, maar ik krijg het niet eens uit elkaar gebouwen. Ik vind het altijd eventjes zoeken welke kant moet ik erop doen. Of maakt dat niet uit? Nou, komt hij dan? 3, 2, 1. Dan moet ik even niet meer praten eigenlijk. Het idee dat mijn hoofd eigenlijk te groot is hiervoor. Ik heb ook het idee dat mijn lichaam te groot is voor dit stoeltje. Maar ja, goed, het leven. Kijk eens aan. Volgens mij zit hij er zo goed op. Ik kom even iets dichterbij, niet om jullie bang te maken. Volgens mij gaat dit helemaal goed, toch? Nou, ik ga even mijn mond houden en even, nou ja, voor jullie denk ik doorspoelen. Goed, dan is het alweer tijd om het masker eraf te halen. En ik kan jullie vertellen, dit was echt wel heel erg lekker en heel erg fijn. Er zit nu nog best wel veel van het masker op mijn gezicht. En nu zul je denken van, oh, dat kan je eraf vegen. Maar dat ga ik dus niet doen. In plaats daarvan ga ik nu de massageborstel gebruiken uit deze facial cleansing set. En daarmee ga ik dan nog even het resterende deel van het masker inmasseren. Kijk, dit is hem dan. De lieverd, zou ik bijna willen zeggen. Ik heb hem al eens eerder gebruikt om mijn gezicht helemaal te reinigen en zo. Maar nu ga ik dus echt alleen maar even masseren. Hij heeft twee standjes trouwens. En dan draait hij gewoon rondjes. Zet hem wel even op medium. Oh, dit is genieten. Ik had eigenlijk een veel chiller stoeltje moeten uitzoeken om hier gewoon eventjes lekker mijn momentje te pakken. Die pak ik alsnog wel. Ja, top. Nou,
Dan ga ik de rest er dan toch wel eventjes afhalen. Zodat we verder kunnen naar het volgende onderdeel. Mijn huid gaat in ieder geval steeds beter en zachter aanvoelen, heb ik het idee. Goed, dan ga ik verder met dit anti-rimpelserum. Dit is een smoothing and moisturizing serum. Dus met andere woorden, dit zou vooral moeten verzachten en hydrateren. Nou, dat is ook precies wat ik goed kan gebruiken, eigenlijk altijd wel. Oh, kijk, hij heeft ook echt zo'n toetje. Daar hou ik helemaal van. Ik geef me altijd het gevoel dat het van de apotheken komt of zo. Oh, kijk, oeh. Er zit best wel veel spul aan. Komt er af? Oh, er komt echt heel veel af. Nou, er komt zoveel af dat ik... Oké, dit is helemaal niet handig wat ik hier aan het doen ben. Goed, serum. Lekker de huid verzorgen. Dat was stap 1. En dan gaan we verder met stap 2. Ik ga nu namelijk de Jade Roller gebruiken om het serum nog net iets verder in te masseren. En zo'n Jade Roller... Nou, als je die nog niet hebt, ik kan het echt absoluut aanraden. Dus ik ben ook heel erg benieuwd naar deze van de Action. Kijk, hij ziet er echt wel mooi uit, toch? Sowieso met dat marmer en dat groen. Maar goed, het gaat er natuurlijk niet alleen maar om dat hij er mooi uitziet. Hij moet ook fijn werken en fijn rollen. Dus laten we dat eens eventjes lekker gaan proberen. Ja hoor, dit werkt prima. Goed, nou na een serum ben je in principe al een heel eind met je huid weer hydrateren. Maar wat ik ook nog ga gebruiken is een lekkere dagcreme. En dit is de Nourishing and Moisturizing Day and Night Cream van Botanical Care. Oh, kijk, dit ziet er ook echt gewoon helemaal goed uit. Champs de Provence, wie, 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 wie. Ik krijg hier helemaal eco-vibes bij eigenlijk. Ja hoor. 95% natural ingredients. Hij ruikt goed. Niet heel spannend of zo. Echt gewoon heel natuurlijk eigenlijk. Maar wel lekker. Volgens mij zeggen ze altijd: eerst een klein hartje. En dan een groot hartje. Nou, en dan nog heel veel hartjes. Mijn hele gezicht. Oh, hij voelt echt heel goed aan. Lekker rijk, zeg maar. Mijn huid is wat droger. Dus ik gebruik dan graag cremetjes die niet per se vettig zijn. Maar in ieder geval wel echt heel goed hydrateren. En ik voel gewoon dat dit echt een hele rijke crème is. Ben ik wel heel erg benieuwd. Wat voor cremetjes gebruiken jullie het liefst? Heb je een droge huid? Moet je er heel erg rekening mee houden? Of heb je een normale huid? Kan je misschien juist alles handelen? Nou, met zo'n cremetje heb ik mijn huid dan wel alvast gehydrateerd. Maar natuurlijk nog niet beschermd tegen de zon. Dus ik gebruik ook een zonnebrandcreme. Deze is met SPF 50. En ja, ik denk dat heel veel mensen er niet bij stilstaan. Maar een zonnebrandcreme overdag is eigenlijk altijd belangrijk. Dus ik doe deze nog eens over de crème heen. Zodat ik gewoon goed beschermd ben tegen de zon. Nou verbrand ik niet zo heel erg gauw hoor. Maar je moet je huid natuurlijk ook beschermen tegen de zon. Om zoiets als huidveroudering tegen te gaan. En dat is iets waar ik eigenlijk de laatste tijd steeds meer op let. En steeds meer aandacht aan besteed. Ik ben heel erg benieuwd of jullie ook altijd zonnebrandcreme gebruiken. Of heb je misschien een zonnebrand die in jouw crème verwerkt zit. Laat het even weten in de comments. Als je een echte spaardag gaat houden, dan doe je dat natuurlijk niet alleen maar voor je gezicht. Maar ook voor de rest van je lichaam. En nou heb ik daar nog verschillende producten voor. Zo heb ik bijvoorbeeld deze hele spa set. En hierin zit een shower gel, een body butter, maar ook een body mist en een body scrub. Maar ik heb ook een losse scrub gevonden en dit is een coffee scrub. Dus die ga ik straks gebruiken. En dan ga ik hier ook nog wat producten van gebruiken. Om mijn lichaam ook gewoon lekker in te smeren. En die body mist ben ik ook wel heel erg benieuwd naar. Ik ben heel benieuwd hoe die ruikt. Ja. Oh. Voordat ik hem op mijn lichaam smeer, toch eventjes ruiken. Oh, ja. Volgens mij kan je dit echt gewoon letterlijk overal aanbrengen. Oh, dit ruikt zo lekker. Eigenlijk alsof je onder de douche hebt gestaan zonder onder de douche te hebben gestaan. Oh, wat heerlijk. Ja, ik kan nooit stoppen met spuiten als ik eenmaal ben begonnen. Dit is echt top. Limited edition zie ik. Nou, ik hoop niet te limited. Ik hoop dat die er nog is. Voor jullie. Maar ook voor mij in de toekomst. Heerlijk dit. Goed, dan ga ik beginnen met deze scrub. The coffee scrub makes everything possible. Nou ja, die ga ik eigenlijk gewoon lekker over mijn benen heen verdelen. Dan ga ik alleen mijn benen nog eventjes incremmen en dat doe ik met deze body butter die onderdeel is van het hele spa pakket. Heerlijk zo'n body butter, dat is altijd gewoon echt lekker voedend. Die smeer ik
natuurlijk ook gewoon lekker over mijn handen en mijn armen. En ik kan jullie vertellen, hij ruikt ook heel erg lekker. Nou jongens, dan ben ik lekker verplaatst naar de woonkamer. Want ik ga met de voetjes omhoog voor mijn voetenmasker. Dit is een avocado voetenmasker. Die houdt de huid soepel en hydrateert met shea butter en vitamine E. Mijn voeten heb ik al eventjes schoongemaakt. Als het goed is, kan ik de maskers gewoon aantrekken. Oh, dit ziet er heel goed uit. Kijk, dit zijn volgens mij, ja, gewoon een soort van sokjes. Oh, dit is echt heel grappig. Die kan je dus gewoon aantrekken en dan hoppa met de voetjes omhoog. Maar misschien is het net zo handig als ik meteen ook eventjes mijn haren ga doen. Ik heb namelijk ook voor mijn haar nog een masker. Dat is deze Egg Protein Hair Mask. En die is speciaal voor krullen. Dus helemaal voor mij. Daar heb ik dan ook deze Twisty Hair Towel bij. Dus dat is zo'n hele handige handdoek. Die meteen, waar je meteen je haren in kan wikkelen in 3 stappen, zie ik hier staan. Ik heb wat lekkers erbij, dus ik ben eigenlijk echt helemaal ready to chill. Met mijn voetenmasker en mijn haarmasker. Dus laten we dit gaan doen. Maar dan begin ik eventjes met mijn haar, want dat is misschien net zo makkelijk. Oh, dit ruikt ook weer heerlijk. En kijk, een soort van peachy-achtig spul. Dit mag je dus gewoon op handdoekdroog haar aanbrengen. Dus dat is helemaal top. En dan kan ik dat straks, als het goed is, gewoon uitwassen. Oh, dit is eigenlijk echt perfect. Een voetenmasker en een haarmasker tegelijkertijd. Mijn gezicht is al gedaan. Dan moet ik even kijken hoe dit werkt. Als het goed is, kan ik deze gewoon in 1 keer, ja, haar voorover. En dan moet ik even kijken hoe al mijn haar hierin past. Nou, kijk nou even. Oh, wat genieten is dit toch. Nou, zoiets dus. Dan is het tijd voor mijn lekkere voetenmaskertjes. Daar gaan we dan. Voetje 1. Voetje nummer 2. Ik zeg je eerlijk, het voelt een beetje gek. Het voelt namelijk alsof je je voeten in een natte sok duwt. Eigenlijk letterlijk. Maar goed, ik weet dat het helemaal goed gaat komen. Met mijn haar waarschijnlijk ook. Deze ruikt ook heel lekker. Goed, inmiddels is het iets meer dan 15 minuten later. Ik was namelijk gewoon lekker aan het genieten. Maar het is tijd dat ik het voetenmasker, dat ik dit eraf ga halen. En dan kan ik de rest dus nog lekker inmasseren. Het voelt in ieder geval echt lekker zacht aan. Ik denk dat mijn voeten hier ook wel aan toe waren. Ik probeer namelijk 10.000 stappen per dag te zetten. Maar ja, dan moet je natuurlijk ook goed voor jezelf zorgen. Dit is echt zoiets wat je eigenlijk veel te weinig doet. Maar wat je veel vaker zou moeten doen. Ik ben dus ook wel heel erg benieuwd. Doen jullie wel eens zo'n voetenmasker, haarmasker, gezichtsmasker? Ik denk dat gezichtsmaskers toch best wel hip zijn. Dat wordt wel vaak gedaan. Maar voetenmaskers, jongens, ik kan het echt aanraden. Laat me vooral ook weten of je deze een keertje hebt gebruikt. Dan ga ik nu alleen nog eventjes het haarmasker eruit spoelen. En dan ben ik zo weer bij jullie terug. Jongens, wat heerlijk. Mijn haar is nu dus ook gewoon lekker tot in de puntjes verzorgd. Ruikt ook lekker. Voelt verzorgd en ik denk dat het straks helemaal gaat shinen. Dus ik heb echt heel erg genoten van deze verwenddag. En ik hoop dat jullie ook hebben genoten van deze video. In dat geval wil ik jullie natuurlijk vragen om eventjes een duimpje omhoog te doen. Neem vooral ook een kijkje op mijn kanaal als je benieuwd bent naar nog meer beauty, lifestyle en mode video's van mij. En vergeet ook niet om even te abonneren op dit kanaal van Action voor nog veel meer leuke video's. Heel erg leuk dat je hebt gekeken en hopelijk weer tot snel.